Hallo, mijn naam is Petra Vering en ik ben van Manage Bedrijfsgroei. Je tijd investeren in datgene wat omzet oplevert. Daar gaan we het vandaag over hebben. Een paar weken geleden heb ik in mijn blog al geschreven. Ik was op vakantie. Ik dacht, ik ga eens gewoon goed nadenken van waar ga ik het komende half jaar naartoe. Ik heb een keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt om allereerst te focussen op datgene waar ik goed in ben. Mijn kracht en kwaliteit inzetten. Ik heb gekozen voor diensten die goed werken en goed lopen, die te hanteren en te houden. En alles wat niet goed loopt, ben ik mee gestopt. Ik heb goed gekeken naar de klanten met wie ik samen wil werken. Ik wil klanten die bij mij passen, waar ik blij van word en die gewoon ook passen bij hetgene wat ik voor ogen heb. En als laatste, ik heb dus een doel voor ogen. Ik wil me focussen op dat doel. En dat doel met mijn bedrijf, waar ik naartoe wil. En nu moet ik dat doel gaan uitwerken. Dat bedoel ik mee. Hoe ga ik dat doel dan behalen? Weet je wel, hoe kom ik daar? Nou, daar wil ik je vandaag 3 stappen in meegeven om dat doel te kunnen uitwerken. Wat ik echter veel zie, is dat veel mensen, veel ondernemers, tijd verkwisten. Ze gaan heel erg hapsnap. Ze hebben net een workshop ontwikkeld of verzinnen weer iets nieuws. Of we springen in op hypes, noem ik het maar even. Nieuwe tools die ontwikkeld zijn. We duiken met z'n allen op, nou ja, kleine, futiele dingen die helemaal niet bijdragen aan dat doel wat je voor ogen hebt. Het is gewoon echt verspilling van tijd. Je kan je tijd beter inzetten, heel dedicated, op dat doel waar je naartoe wil. En wat bedoel ik daarmee? Is dat je gewoon heel goed gaat kijken van wat hebben mijn klanten nodig? Hoe ga ik dat resultaat behalen wat ik voor ogen heb? Dat is het allerbelangrijkste, want daar haal je je omzet uit. Hè? Dat je klanten helpt die je het resultaat kan bieden wat zij nodig hebben. En het tweede is, hapsnap werken maakt dat je zoveel tijd en energie verspilt dat je niet kunt werken aan een groei van je bedrijf. Wil je dat willen doen, wil je wel groeien, dan moet je echt je bedrijf zodanig organiseren en systematiseren dat je op dingen terug kan vallen. Dat het zodanig ingeregeld is, dat je zo uit de kast kan pakken bij wijze van, dus dit is wat we allemaal doen. Zo werkt het en dan pas kan je opschalen en volgende stappen maken voor groei. Goed, dus veel mensen verkwisten hun tijd door hapsnap te werken. Enorm zonde. Wil je echter dat doel gaan realiseren en wil je dat doel uitwerken, is het slim om allereerst te gaan kijken van oké, welke diensten heb ik nu? Is dat volledig? Mis ik bepaalde onderdelen? Zou ik een dienst erbij moeten ontwikkelen? Of moet ik misschien mijn diensten aanscherpen? Moet ik bepaalde expertise toevoegen? Welke stappen moet ik zetten om die diensten zo compleet te maken dat ze mijn klanten werkelijk helpen? Nou, om dat te weten is het heel slim om, dan gaan we naar stap 2, huidige klanten te interviewen. Vraag aan je huidige klanten van, wat mis je op dit moment in mijn programma? Waar worstel je nog mee? Wat heb je nodig? Wat zou je nog willen leren of wat zou je nog willen doen? Dus vraag aan huidige klanten van jou waar ze behoefte aan hebben. Dat zijn de ingrediënten die je weer in je diensten kan stoppen. En dan komen we op stap 3. Je diensten ga je aanscherpen. Je gaat ze verbeteren. Je gaat iets toevoegen of je gaat iets nieuws ontwikkelen. Datgene waardoor je precies weet van oké, dit is wat ik bied. Mijn klanten moeten deze stappen allemaal zetten. Dit is wat ze ook zoeken, vragen en nodig hebben. En ik ga dat faciliteren, waardoor ze sowieso klant blijven. En misschien wel een volgend programma bij je afnemen. Anderen naar jou toe verwijzen. Zij worden ook je ambassadeur en zorgen dat jij volgende stappen gaat zetten. Niks zo slim als datgene aanbieden waar jouw klanten werkelijk om vragen. Nou, dit is mijn focus voor het komende najaar. Hier ga ik me op richten om mijn doel daadwerkelijk te behalen. Dit is wat ik verder ga aanpakken. En ik hoop dat je daar zelf ook mee aan de slag gaat. En dat je alles wat randzaken is, wat niet dat doel dient, loslaten, mee stoppen, aan de kant zetten, zinloos, tijdverkwisting. Ik ben heel benieuwd hoe je hierover denkt en wat je zelf hierin doet. En ik zou het leuk vinden als je dat onderaan de blog wil achterlaten, zodat ik daarop kan reageren en misschien ook anderen kan inspireren. Ik zie je graag tot over 2 weken weer. Dag!